Goedemiddag. Als je aan corona denkt, denk je niet meteen aan duurzaamheid. Maar de koning wel. Hij bracht in Amersfoort een werkbezoek aan Nederland Isoleert om zich te laten informeren over de effecten van de coronacrisis op de energietransitie en verduurzaming van met name woningen. Hi, nou, ik ben Matthijs, alweer superleuk dat u hier bent. Inderdaad is het zo dat het wel wat impact heeft gehad. Als we klanten spreken, zijn er toch veel mensen die zeggen ja, over de vloer. En ja, het is fijn dat het veilig is, maar ja, je zit in een risicogroep of... Ik ken mensen in een risicogroep en er zijn dan toch veel mensen die daar redelijk terughoudend in zijn. Het bedrijf richt zich op het isoleren van bestaande woningen en gebouwen. Naast energielevering en verduurzaming van gebouwen houdt dit bedrijf zich ook bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Vooral de nieuwe projecten. De lopende projecten waren toch veel mensen die wel... zeiden van, oké, kom maar, dan maak het maar af, zeg maar. Ja, voor de spouwmisolatie, omdat het ook buiten is, was dat zeker goed te doen. In de kruipruimte vaak aan het begin van het huis. De koning hoort dat de pandemie de aanvraag van offertes en de uitvoering van werkzaamheden vertraagt. Mensen zijn bang om werklieden over de vloer te krijgen en durven in onzekere financiële tijden ook de hoge uitgaven niet aan. Dat is wel zeker wel. Nu heeft u met uw collega's ook een apart... Even een extra opfriscursus kregen over dingen die je in coronatijd extra kon melden aan potentiële klanten. Ja, wat zeker. Voor dingen werd dan met om inderdaad de regels goed door te geven aan de klanten en hoe wij ons daaraan houden. En hoe inderdaad ook de experts ervoor zorgen dat ze netjes veilige afstand houden en niet persoonlijk contact hebben met de klant, zeg maar. En er waren ook wel klanten die daar inderdaad voor te paaien waren, maar ook inderdaad klanten zeiden toch... Toch liever niet. Toch liever niet. Ja. Toch nog te spannend of nog angst, zeg maar. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie publiceerde eerder deze week een rapport waarin wordt bevestigd dat de coronacrisis leidt tot vertraging van de verduurzaming van woningen. Waar de bedrijven in die sector tot maart meer werk dan personeel hadden om het uit te voeren, is dat nu omgekeerd. En er is sprake van halvering van de omzet. Jongens, ja, dus dit blijft ook zo nog even. Ja, dit hart kan ook niet uitbrengen. Het blijft gewoon op deze manier. Dit zijn samengeperste pakken. Willem-Alexander stelt vast dat verduurzaming voor veel huizenbezitters een luxegoed was. Dat in deze moeilijke tijd geen prioriteit meer heeft. Er werden in gesprek met onder meer vertegenwoordigers van Vantafal en de vereniging Eigen Huis suggesties aangedragen om mensen weer aan te moedigen. Met enkelvoudige subsidies bijvoorbeeld. En om grootschalige projecten op de rails te houden. Waar wil je zitten? Ik zal dan wel bij, dan mag ik weer. Zoals het bedacht was. Er was over nagedacht. Ja. In een tweede gesprek komt aan de orde welke kansen en oplossingen er zijn voor een groen herstel van de energiemarkt na de pandemie. Er moet nu vooral worden doorgepakt en de investeringen die worden gedaan moeten zich daar vooral op richten, zo was de conclusie. Maar ik ben niet te groot. Dus ik ben het zeker bovenop onderzoek. Hoor je de tenten niet. Ik ken nu nog niet. Morgen meld ik me weer met een vorstelijk filmpje. Maar ik vertel niet waarover dat gaat, met wie het is en waar het zich afspeelt. Tot morgen.